boodschappen heb ik even weer in huis. Ja, dat was ook een aanbieding. Voor de chocolademelk die ik graag drink. Ja. Ja, een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja, dat zijn wij. Het is vandaag alweer woensdag 24 november 2021. Het is nu op mijn klok. 3:15 in de middag. Een beetje laat, maar ik had even druk met mijn theorie. En ja, ik heb al een datum om proberen mijn theorie te gaan halen. Maar dat horen jullie straks misschien wel en anders deze week sowieso. Maar ik wens jullie wel heel veel kijkplezier op deze gloedje nieuwe vlog. Zo, boodschapjes heb ik even weer in huis. Ja, dat was ook een aanbieding. Voor de chocolademelk die ik graag drink. Ja. Maar, ik had net in de intro wat gezegd. Over mijn theorie-examen. Die gaat volgend jaar plaatsvinden. Ja. Sowieso de 25e. Om 2:00. Maar ik ga nog niet zeggen welke maand. Nee. Of zou ik dat wel zeggen? Ik laat het even aan jullie over. Willen jullie dat weten, welke maand? Of hebben jullie zoiets van, nou, we wachten het even af. Want ik ga nu lekker elke week, 2 keer in de week, goed blokken. En mijn leerkracht die gaat ook mij klaarstomen voor op tijd te doen. Want de gevaarherkenning, dat is 25 vragen. En dat is allemaal 8 seconden. En ik met tijd... dat is heel erg lastig voor mij. Maar ik ga dus nu even naar huis lopen. En ja, eventjes dingetjes doen. En dan ga ik eventjes een disclaimer doen, denk ik. Weet ik nog niet zeker. Ik heb al wel gezien hoe iemand anders dat deed. Vond ik heel netjes. Dus ja, dan weten jullie wel denk ik wat, hè? Met elke feestdagen momenteel. Dus ik ga nu even lekker naar huis lopen. Zo, deze staat al mooi klaar. Zo, en inderdaad, wij. Wensen u fijne feestdagen. Yep. Dus, kijk. Deze komt alvast daar te staan. Helemaal top. Straks. Want ja. Deze is ook handig, ja. Lekker diep in dromenland. Oh. Oh. Zo lief. Nou, hoe lang gaan we erover doen om in te gaan parkeren? Ja. Nou, dit is al 1 keer achteruit waarschijnlijk. Ja, tuurlijk. Een klein stukje. Ja. Heel klein stukje, heel klein stukje. Stop. Heel voorzichtig naar voren. Heel voorzichtig. Of moeten we er ook zo weer eruit? Oh. Nee, hij gaat heel voorzichtig. En dan gaan we nu naar achter, zeker of niet? Ja, tuurlijk! Je kunt het op een duimpje natuurlijk ook, hè. Nee, vooruit. Nee, we gaan nog even naar achteren, joh. Hè? Niet eruit. Nog meer naar achteren, ja, tuurlijk.
ver nacht, hoe beter het is. Even lampjes even afstellen, goed zo. Oh. Ik zie in één keer dat hij de lampjes afstelt. Weer die kant op, ja tuurlijk. Weer terug. Nee. Gaan we weer naar. Wat gaan we doen dan? Probeer toch erin te komen. Redden we het nu? Oh, wat jammer. Gaan we niet weer naar achteren? Dit is snel. Gaan we weer naar achteren of niet? Ik zie je nou net niet. Nee, blijf er staan. Even checken. Even kijken. Check. Gaan we niet naar achteren? Nee. Wel? Ja. Wel? Volgens mij wel, want ik zag, dacht ik... Ja, we gaan weer naar achteren. Ik stond er net in. We gaan weer naar achteren. Serieus? Ja, werkelijk. Een stukje naar achteren. Hier. En weer naar voren. Heel plezier. Denk hoor. Oh, wauw. En weer naar achteren? Nee, naar voren. Nee, naar voren. Helemaal inpakken hier. Hop. Een stukje nog. Ja, goed zo. En dan gaan we weer zeker zo meteen naar achteren, of weer wat? Een stukje naar voren. Een stukje. Gaan we weer naar achteren? Ja, we gaan weer naar achteren. Oh. Een stukje. Zijn tevreden volgens mij zo. Is alles uit dan? Nog? Nee. En nog niet. De lampen zijn nog aan. Oh, hé. Hey. Oh, dan gaan we controleren, serieus. Controleren of het wel goed staat. Even vragen. Nee, helemaal tevreden. Gaat hij waarschijnlijk weer naar achteren? Gaat hij voren kijken? Oh, wauw, serieus. Wat gaan we doen? Gaan we weer naar achteren? Spullen pakken. Volgens mij niet. Volgens mij gaat hij zo meteen weer naar achteren. Ik hoop het. Ik was een half uur bezig met heen en weer steken. En toen maar een andere parkeerplaats vinden. En dan daar nog een paar keer steken. Hij is klaar! Dat is snel. Bijna 4 minuten. Oké. Nou, dat is 5 keer zo snel als vorige keer. Ja, maar de vorige keer ging hij ook eerst zijn lichten uitdoen, hè? Ja, oké. Okay. En toen ging hij toch maar weer aandoen om toch maar weer anders neer te zetten. Nou ja, volgens mij is meneer klaar. Mm-hmm. We gaan dat meemaken. Ik zie meneer ook en ook nog niet uitstappen. Dus meneer is nog bezig. En zolang je in je auto bent, ben je nog bezig met eigenlijk inparkeren. Ook en ook al doe je niks. Ja. Dat is handig toch? Zoals altijd zit ik dus weer lekker op bed. Ja, en ik ga deze vlog gezellig met jullie afsluiten. Ja, dus. Vond je deze vlog leuk? Ik zou zeggen, vergeet dan niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter. Doe het belletje aan. En laat een duimpje omhoog achter. En dan zie ik jullie graag weer morgen terug bij een gloednieuwe vlog. Doei!